Het groeit in het donker, is gek op koffieprut en als je ze met liefde behandelt, groeien ze uit tot wonderschone schepsels, die je nog kunt eten ook. We hebben het hier over de oesterzwam. En hoewel oesterzwam misschien niet het moeilijkste biologisch product is om te kweken, komt er toch het nodige bij kijken. Annelies Goedbloed drijft met haar Haagse zwam een onderneming in oesterzwammen. Duidelijk is dat zij zeer gemotiveerd is. Bevlogen over zowel het proces als het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ik ben me bewust geworden van de impact die we met z'n allen veroorzaken. Nou, wat kan ik zelf aan die impact doen? Zodat misschien, hoop ik, mijn kinderen ook nog een mooi leven kunnen hebben met de nodige welvaart. In 2012 was een lezing van Gunther Pauli. If we are to secure that we lift people out of poverty, that we ensure that everyone has... Na die lezing, anderhalf uur kon je speld horen vallen in die zaal. Voor mij ook zo'n enorme... Weet je, het was een soort paradigma. Iedereen zit in een soort paradigma vast. Dit is je wereld, zo ziet de wereld in elkaar, je hebt de overtuigingen. En die ging zoveel dingen laten zien waarmee je dingen ook anders kan doen, in combinatie met natuur. En ook voor behoud van natuur. En dat was zo voor mij zo ontroerend om dat te horen. Terwijl je niet hoeft in te boeten op welvaart, maar juist wel goed doet voor de omgeving, voor je natuur en voor de mens. En aan het einde van 2015 kwam ik in aanraking met Rotterdam. Toen zag ik die paddenstoelen. En ook, ik wist deze case nummer 3 van de blauwe economie, dat dit kon. En zij deden het. Ook krakkemikkig nog, heel klein. En toen dacht ik, ja, maar dit kan ik wel in mijn eentje doen. Ik zag dat gewoon voor me. Ik kan zelf koffiedik ophalen, ik kan zelf die productie draaien, ik kan zelf die oesterzwammen kweken en ik kan ze weer verkopen. En dan heb ik mooie compost. Dat hele circulaire verhaal kan ik neerzetten. Ja, en toen na een jaar buffelen en het lukte allemaal. Ik kreeg die kweek voor elkaar. Studeren op Paul Stamets, dat is een mycoloog, Amerikaanse mycoloog. Hoe zit dat nou precies in elkaar? Hoe gaat het in de natuur? Kan ik het nabootsen? Oh, ik zie allemaal dingen gebeuren. Dit gaat niet goed, dat gaat wel goed. Dat ondernemen is echt vallen en opstaan. Je bepaalt wel een richting waar je naartoe wil. Dat moet je heel helder voor ogen hebben. Je wilt daar naartoe, je wilt ergens komen. Het stipje op de horizon aan het einde van het jaar moet helder zijn. Dat moet je zetten. En of die weg nou bovenlangs, onderlangs, met diepe dalen en weer opklauteren gebeurt. Ja, dat is eigenlijk evident. Ik denk dat elke ondernemer dat weet te vertellen. Nou, ik werkte met een levend product. Dat is wel even iets anders dan in de IT zitten. Want werken met een levend product, die heeft een eigen leven. En ontdekken hoe het in de natuur weer werkt. Ik probeer het te versimpelen. Echt simpel van, wat kan ik je bieden? Ik ben daar ook heel helder en duidelijk in. Je kunt hier structuur krijgen en in een veilige omgeving meedraaien. En dat betekent dat je op sommige gebieden mee kan doen. En ik kijk waar je goed in bent. En dat betekent voor sommige mensen dat ze toch bezig zijn om een machine om te ontwerpen. Iemand anders is bezig om software te ontwikkelen. Zo gekheid kan het gaan. Het merendeel die draait in een deel van de productie of in een deel van die kweek. Bij een deel van de pluk draaien ze mee. En we kijken wat past. Of bij het fietsen, het ophalen van het koffiedik, het wegbrengen van de oesterzwammen. Dus we kijken gewoon waar passen mensen. En daar probeer je ook een evenwicht in te vinden. Je bent bezig om met die mensen aan de slag te gaan. En kijken wat lukt, maar het structuur bouwen en het overzicht geven. En ze zitten niet ergens, ze doen ook daadwerkelijk wat. Dus ze hebben ook het idee, ik draag daadwerkelijk bij aan iets. Iedereen krijgt een kans, ja. Het is echt de vraag, wat wil jij? De grootste voldoening zit in het zien groeien, in de persoonlijke ontwikkeling van die mensen. Dat is echt, dat is onbeschrijfelijk hoe dat gevoel is.
De oesterzwam is toevallig wel de meest makkelijke te kweken paddenstoel onder de paddenstoelen. Dus dat helpt wel, ze kunnen tegen een stootje. Het is A, een kunstwerk wat er geschapen wordt en dat intrigeert en dat boeit. Maar dat gaat met vallen om opstaan. Allereerst begint zo'n oesterzwam te groeien. Dan maken ze het wortelstelsel aan. Dat duurt toch wel zo'n week of drie. Als het wat kouder is, een week of vier. En pas daarna komen die oesterzwammen eraan. En dan, oh, hoe lang kan je ze laten zitten? Oh, dat proces gaat een stuk sneller. En alles wat daar onderweg gebeurt. Je hebt het verkeerd ingepakt. Ze krijgen geen zuurstof. Of er zit een verkeerde schimmel bij. Die moeten eruit. Oh, ze hebben te lang gehangen. Ze worden nu slap. Er zitten zoveel facetten aan. Naast de oesterzwam heb ik de kweekbakjes voor de consumenten die we verkopen. Ik doe ook workshops met mensen. Ik vind ze onwijs leuk om te doen. Ik doe rondleidingen, maar ook onze mooie veganistische producten. Dat is de samenwerking met een kok. Want ik ben geen kok, maar we werken wel weer samen op dat vlak. Dus je ziet allemaal, social impact veroorzaakt social return. Dat begint nu wel key te worden in de onderneming. Dus partijen dragen bij om dit mogelijk te maken. Ik kan een mooi voorbeeld zijn. Een collega zwammenkwekerij, die heeft nu een plan opgevat om dit verder uit te rollen, ook met Europees subsidiegeld. Dan kunnen ze naar mij terecht om dat lokaal hier in de omgeving te doen. Elke oesterzwammenkwekerij die nu over het land verdeeld zit, kan deze handschoen oppakken. En dan kan je naar een duurzamere toekomst toe. En het is nog steeds lekker, hè? Dat is wel belangrijk. Het moet wel lekker zijn. Je moet eens weten wat de koks koken met oesterzwammen.